Welkom bij Mobility nummer 5. Komende half uur gaan we weer door verschillende stretches heen. Dus kijk wat je mee kunt doen. En als iets niet lukt, dan pas je hem even voor jezelf iets aan of ik geef het aan. Neem wat plaats. Kliermaak zit. Hou je borst op. Duw je knieën naar beneden en focus je alleen even op je ademhaling. Rustig en diep in via je neus en je buik. Uit via je mond. Heb je de mogelijkheid dat je ontspanning voelt en dat de knieën meer naar de grond kunnen, dan ga je met de knieën uiteraard meer naar de grond. Je kan ze ook iets naar beneden duwen met je armen. Je handen samen. Dan haal je hem in. Dan blaas je rustig uit. En ondertussen duw je schouderbladen uit elkaar. Je maakt je rug bol. Haal hem weer in. En maak je rug bol. Nog een keer aan diep in. En blaas uit. Dan komen we naar de positie op de mat. Je maakt je rug hol, maar je aan het eerst in, blaas je uit. Naar neutrale positie, adem in. Oh. En blaas dan uit, maak je rug bol. Adem je nog een keer in. En blaas uit. Terwijl je rug hol maakt. Adem in. En blaas uit. Neutrale positie, adem in. Blaas uit. Neutrale positie, adem in. Blaas uit. Neutrale positie. Adem je in. Dan gaat je rechterarm omhoog. Terwijl je uitblaast. Beide armen zijn gestrekt. En dan komen we terug. Adem je in, blaas uit.
kom weer terug. Je handen staan, zet je tenen in de vloer. Gaan we naar een down facing dog. Je heup gaat eerst omhoog. En je armen, je rug blijft zeg maar neutraal tot hol. Je hoofd tussen je armen. En dan eventueel als het lukt je benen strekken. Maar hou de rug in ieder geval hol en je armen tussen je armen. Hoofd tussen je armen. En dan mag je even rug strekken, links buigen. Andersom, links strekken, rechts buigen. Rug strekken, links buigen. Links strekken, rechts buigen. Nog een keer rechts strekken, links buigen. En nog een keer links strekken, rechts buigen. Dan doe je nog even terug. Kom je naar de knieën. Nog een keer voor de rotatie in de wervelkolom. Je ademt in. En je blaast uit. En vast handpalmen voor ik richt je. Kijk niet handpalmen. Terug. Zet je handen neer, adem in. Blaas uit. Zet je hand weer neer. Je tenen gaan weer in de grond. Doe dat nog een keer. Heup gaat omhoog naar een down facing dog. Eerst je armen, hoofd goed tussen je armen. Gewoon neer rug. Zul je benen gestrekt, lukt niet helemaal. Gaan we weer omrom doen. Rechts strekken, links buigen. Dan weer links strekken, rechts buigen. En weer rechts strekken. Links strekken. Rechts strekken. En nog een keer links strekken. Dan even de tussendeel, down facing dog. Oké, en dan komen we weer naar de knieën. Dan doen we blijf met de heup over de knie. Ik strek de lengte even uit, post naar de grond. En dan duw je jezelf terug aan je hak. Dan leg je armen naast je lichaam. Ontspanning in je schouders en focus op je ademhaling. Dus rustig in via je neus en rustig uit via je mond. En dan komen we omhoog, dan draai je naar je rug. Ga op je rug liggen. Je beide voeten opgetrokken. Je omzet bij je heup. Wat we dan doen, we gaan de heup omhoog duwen. Je veel met ondersteuning van je handen. Als niet, dan mag je handen ook op de grond houden om omhoog te duwen. Lukt het helemaal goed, mag je ze gewoon ook bij je borst houden. Dit wil ons helpen om extra omhoog te duwen, hou vast. En
En dan kom je rustig terug naar de grond. Wat je dan doet, je trekt je knieën naar je borst en je kin naar je knieën. Je maakt je helemaal klein. Nog een keer zet je voeten neer. Gaat je heup weer omhoog. Eventueel met ondersteuning van je handen en alles handen op de grond, zodat je verder omhoog kan duwen. Hou vast, blijf omhoog duwen nog even. Oké, dan ga je langzaam terug naar de grond. Trek je knieën naar je borst, kin naar je knieën. Oké, dus als je nu hebt je knieën bij elkaar. Je hebt je handen, leg je 90 graden naast je, van niet helemaal doen, maar in ieder geval 90 graden naast je. Wat we nu doen, is we laten de knieën op elkaar naar rechts vallen, maar we kijken ze dan naar links en je schouders blijven op de grond. Dus we gaan, je handen zijn 90 graden naast je, dus je laat je knieën eerst naar rechts vallen, hou de knieën ook op elkaar. Als het lukt tot het punt waar je kan, kan je tot de grond komen en is het goed. Schouders moeten beide op de grond blijven, dus nu wordt een uitdaging om links op de grond te houden. Je kijkt naar links. Dus weer voor rotatie in je wervel. Om dat losser te maken, hou dit vast. Blijf dus naar links kijken. Focus ondertussen nog steeds op je ademhaling. Rustig en diep in via je neus, in je buik, uit via je mond. We houden ontspanning. Dan komen we weer naar het midden. Gaan we dus uiteraard naar de andere kant. Dan laat je ze dus beide naar links van. Hou die knieën op elkaar. Hou ze eerst op elkaar. Kijk hoe ver je kan komen. En dan kijk je naar rechts. En hou met name schouderbladen op de grond. Hou vast. Oké, en dan komen we weer terug. Dan doen we trekken nog een keer de knieën naar de borst, naar je knieën. En we sluiten nu af in een kleine rol. En dan hou je stil. Dan. Komen we naar even naar een staande positie. Voet staan op de heup. Wat we nu eerst in eerste instantie doen, hou je benen gestrekt. Rol hem af tot zover als je kan. Lukt het niet om op de grond te komen, dan probeer je aan de achterkant van je enkels jezelf naar beneden te trekken. Lukt het wel om naar de grond te komen, zet je je handen. Als het lukt, voel je voeten neer. Hou je benen gestrekt. Tegen vast. En blijf weer focussen op je ademhaling. Lukt het niet, dan pak je dus hier of hoger vast, zodat je zelf naar beneden trekt, maar hou die knieën in ieder geval gestrekt. Als je dat hebt, komen we heel rustig omhoog. Even weer de spanning van de strekketen af. Dan zetten we de voeten
wat verder uit elkaar. Dan gaan we naar een hurk zitten. Zak in. Als we hier onderin zitten, zetten we de handen achterwaarts. Dus de vingers wijzen naar achteren. De handen staan ook naast de voeten aan de binnenkant. Wat we nu doen, we gaan nu zowel met de rechterarm omhoog als daarna met de linkerarm weer een adem in. En blaas uit. Probeer ook weer zoveel mogelijk naar je handpalm te kijken. De handpalm is naar voren, de arm is recht. De andere hand is aan de binnenkant van je linkervoet. En dan kom je terug. Dan zet je je rechterhand hier. Adem eerst weer in. Blaas eruit. Dan kom je eerst hier, maakt niet uit als die arm maar gestrekt blijft. Je gaat kijken tot hoe ver je kan komen voor jezelf. Een hele goede schouderopening dit. Dan zet je ze weer terug. Je handen staan achterwaarts. Nu kan die uitdagend worden. Dan gaan we langzaamaan naar een gestrekte positie. Langzaam even omhoog. Wat heel leuk is, even een bijkomstigheid. Als je op je blote voeten bent, kijk eens ook voor de aardigheid eens wat er gebeurt in je tenen, hoe die aan het werken zijn. Dat verklaart eigenlijk waarom het juist goed is om met regelmaat op blote voeten te lopen of op blote voeten te trainen. Maar je ziet dat je tenen dan werken als je vingers aan je hand. Kijk, zak er weer in. Naar dezelfde positie. Hurk zit, je ziet al waarschijnlijk als je dit doet, dat je grote teen gaat knijpen. Je voetboog wordt groter gemaakt. Zet weer je handen achterwaarts. Dan doen we dat namelijk nog een keer hetzelfde. Dus we ademen weer in. En blazen uit. En zet je meer neer, adem weer in, blaas uit. En dan kom je hier naar de grond. Zet je beide handen staan, de vingers achterwaarts. Dan loop je naar de uitdaging. Als het lukt, val omhoog. En heup omhoog. En dan komen we helemaal omhoog. Dan doet met je arm even over je heen ontspanning juist zoeken. En dan komen we weer terug.
Adem in. Blaas uit. Weer omhoog. Adem je in. En dan laat je naar beneden gaan. In onderste positie, dan pak je je schouders vast. En dan blijf je met gestrekte benen. Probeer zo ontspannen mogelijk te blijven hangen. Dus je hangt in je schouders, houd dit vast. Even kijken voor mijn batterij, excuus. Blijf nog even hangen in die positie onderin. Niet goed met de opname. Verder. Dan mag je, nou, net je een langere positie daar bent geweest, kom je er weer uit. Langzaam kom je omhoog. Oké, dan gaan we weer naar deze positie. Dan lopen we dan eerst met de handen naar de grond. We lopen op de handen naar voren. We zakken door in de heup, je tenen en je handen zijn op de grond. Zak door. Gaan we eerst weer omhoog. Met de heup. Strek je rechterbeen. En die brengen we straks in een vloeiende beweging. Ja, tussen de beide handen en naar voren. En naar de grond zit je beide handen neer. En wat we nu gaan doen, we hebben de linkerhand op de grond. En we gaan met de rechterhand eroverheen. Dit voelt nog eens een makkelijkere stretch. Dan zet je hem weer neer. Dan zet je de tenen in de grond. Rechtervoet naar achteren. Je doet eerst van downward facing dog. Met je linkerbeen omhoog. Dan mee tegen zet je die weer tussen je beide handen in. Naar voren, kom maar naar voren. Tussenin. En hier, nu gaat die linkerarm eroverheen. Terwijl je ook ondertussen wel je heup richting je hak duwt. Arm eroverheen. Zet je hem hier neer, je voeten naar achter, zak hem eens door in de heup. Dan ga je naar een down facing dog, heup omhoog, met je rechter been omhoog. En meteen komt hij weer naar voren. Zit je misschien op de grond, je heup duw je naar voren. En nu heb je rechterhand een beetje ondersteuning, nu gaat je linkerarm eroverheen, zodat je meer rek krijgt, ook aan de voorzijde van je linkerbeen. Dan zet je het weer neer, tegen in de grond. Voet naar achteren, even door in de heup. Arm down facing dog. Gaat je linkerbeen omhoog. Zit je in een vloeiende beweging naar voren. Schoen zich met het voet plat. De linkerhand heeft bek de ondersteuning. Dan gaat je rechterarm. Adem in, blaas uit.
En zet je hand weer neer. Zet je linkervoet weer naar achteren bij de tenen in de grond. Zo even door in de heup. Gaat je heup omhoog. Oké, okay, kom hier naar je knieën en ga even naar de hurk zitten hier. Zo diep ook zitten. Zo nu genomen, we gaan naar voren. Maar je probeert met de bal van de beide voeten op de grond te blijven. Dus je gaat zover mogelijk met je tenen, of zover als je kan, in de knieën dus naar de grond kunnen. Je bent en je bent er nog niet in, maar je voelt dat ze wel loskomen. Kan je ze naar beneden drukken, dus nu druk je de bal van de voet op de grond. Houd de armen gestrekt. Dan kom je naar uit, zet je beide voeten in plat. Nu zetten we de handen nog een keer achterwaarts. En dan gaan we in gestrekte positie bewegen naar achteren en houden de handpalm op de grond. Onderarmen zijn gestrekt, blijven gestrekt. Op mijn teen komen we straks weer uit door iets naar voren te bewegen. Oké, kom je naar voren. En dan leggen we de rug van de hand op de grond met de vingers naar elkaar. En wat we dan doen, gaan proberen de onderarmen helemaal te strekken. Maar hou de rug van de hand op de grond. En blijf focus houden op je ademhaling. Rustig en diep in via de neus en rustig uit via de mond. Hou hem even vast. En dan kom je eruit, draai je heel voorzichtig je polsen rond. Heen en weer en draai rond. Heen en weer en draai rond. Heel goed. Dan gaan we weer naar de hurkzit. En wat we dan doen is het laatste stukje, we zetten de elleboog aan de binnenkant van de knie, we hebben de handen samen. Je duwt ze uit elkaar, je hebt je handen voor je en focus op je ademhaling. Rustig en diep in via je neus en je buik, uit via je mond. Sluit die bij je ogen, terwijl je in een diepe hurk zit. Zet de handen neer tussen je voeten, kom dan met je heup omhoog. Kom langzaam helemaal omhoog, strek je uit. Maak je helemaal lang, ga naar de tenen. Ontspannen op een ontspannen manier en nog een keer. Maak je helemaal lang. Naar de tenen, ontspannen en ontstaan en dat was het. Tot de volgende keer.